Dit mag van Kamphuis. Schöne van de bal gelopen. Wordt het 1 tegen 1. Dat wint De Ligt. Maar dan is daar in tweede instantie Ezeboué De Ligt te laat. De eerste kaart van de wedstrijd is ook een feit. En dat blijft bij geel. En ik krijg de indruk dat ze van Pek een andere kleur prefereren. Dit is Van Polen die Schöne aftroeft. Daar begint het. Dan weet De Ligt het met Flemming nog te winnen. Maar speelt hij de bal bij Ezeboué? Ja, die ging toch wel redelijk op dat doel af. Masrui. Neres. Neres en aan de linkerkant is Tagliafico. Maar hier binnendoor ontstaat de eerste kans en is het raak ook meteen. Binnengewerkt. Uiteindelijk. Door Huntelaar. Geen buitenspel. En dan is Huntelaar de man die hem keurig afwerkt. Basis van De Ligt. Het shirt van Tadić wordt praktisch uitgetrokken. Hoe kun je dit nou laten... Nou ja, hij moet zelf weten. Maar hij laat het doorgaan. Terwijl duidelijk zichtbaar is dat het shirt bijna uitgetrokken werd. De Jong. Wat een mooie slalom. Niemand die erbij kan. De Jong die dan scoort ook nog. Dat mag je misschien van de harte aanrekenen. Maar hij schiet hem feilloos binnen. Op een moment dat Ajax met 10,5 man speelt. Glad, laag en hard geschoten door De Jong. Neres. Namli won. Flemming wint van Blind, die daar niet op gerekend heeft. Dus is Flemming daar aan de buitenkant weg. Maar iets te ver naar buiten om Onana nog te kunnen passeren. Wel een hard schot van Zian Flemming. Blind. Flemming jaagt door. De Jong verslikt zich, waardoor er een kans komt om 2-1 te komen. Lamproe onderscheidt zich meteen bij zijn eerste actie. De inzet van Van Duinen. Maar deze gaat er wel in. En is Pek Zwolle dus terug in de wedstrijd. Flemming wint het kopduel. En dan raakt Lamproe de bal wel. Maar niet voldoende. Neres. Niet aangeraakt en dan op het laatste moment wel door Van der Hart. En daar komt de kans voor het Lam. Hij blijft staan, Lamproe. Hoekschop komt van Tadić. En wordt binnengewerkt door keurig in de korte hoek. Schöne. Technisch een hele fraaie. En eentje die... wel zeer welkom is voor Ajax, want wat had het lastig en wat heeft het lastig in de tweede helft. 70ste minuut, toen maakte Schöne 1-3 uit de hoekschop van Tadić. Zeer fraai, 1-3 en hier wordt het 1-4. Ja, wordt het nog 1-4 ook. Omdat ze een beetje staan te slapen is Tadić de man die dat doelpunt weet te maken. Zijn 8e van het seizoen. Pek Zwolle heeft het... naar vermogen gedaan. Uiteindelijk loopt Ajax dan weg via Schöne en zojuist Tadić. En wint het in Zwolle met 4-1.